Zo, goedenavond iedereen. We gaan eraan beginnen. Hartelijk welkom op deze tweede lezing van Studium Generali, georganiseerd door Hogeschool Gent, het departement Gezondheidszorg en het onderzoekscentrum 360 graden Zorg en Welzijn. Of dat je het wilt of niet, ik ben de moderator van de avond. En ik heb in die zin de eigenschap van een beetje luid te zijn, van niet veel te praten of veel vragen te stellen. Dus ik hoop van jullie dat jullie hier in de zaal de vragen gaan stellen. Ja, hoe gaan we dat doen? Als je vragen hebt, denk te mij en dan geef ik u het woord. En dan moeten wij die woorden eigenlijk gaan herhalen voor de mensen thuis. Want er zijn ook mensen thuis die de livestream volgen. Ook aan hen een goede avond. Ik hoop dat bij hen ook COVID-safe is. Voor jullie, laat ons duidelijk zijn, hier is het allemaal COVID-safe. De mensen thuis kunnen een vraag stellen aan de hand van Mentimeter. Ik vouw dat op. Dus www.menti.com. En daar de code 8922513. Dus ik herhaal. De code 8922513. Moesten mensen hier in de zaal zijn die op deze manier een vraag willen stellen, dan kan dat ook natuurlijk. Goed? Oké, dus misschien kort mij voorstellen. Nico de Witte, opleiding verpleegkundige, ook een gerontoloog, onderzoeker hier aan de Hogeschool Gent, in het onderzoekscentrum 360 graden Zorg en Welzijn en ook in het onderzoekscentrum KATS. En het is ons eigenlijk van de Hogeschool, ik denk dat ik voor iedereen mag spreken, het departement zoekt iedereen, een waar genoegen om mevrouw Lon Holzer hier te kunnen uitnodigen. Dat we ze bereid gevonden hebben om naar hier te komen. En dan op deze donkere novemberavond om hier een lezing te geven over een zeer, 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 zeer belangrijk thema. De zorg voor morgen. Ik heb gezegd dat ik niet veel ga zeggen, ik ga dat dus ook niet meer doen. Ik ga onmiddellijk het woord geven aan mevrouw Holzer om de lezing aan te vatten. Alsjeblieft. Dank u, Nico. Oei, amai. Goedenavond allemaal. Eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging. Ik was vereerd. Ik ben ook blij dat jullie hier zijn vanavond. En eigenlijk hopen we op een gezellige avond met veel interactie. Ook vanuit de mensen thuis. Ook voor jullie welkom, zoals Nico zei. En we gaan gewoon proberen er een avond van te maken waar vooral jullie iets aan hebben. En als je er zelf iets wilt aan hebben, dan moet je mij vooral gewoon veel vragen stellen en veel onderbreken. En heel ambetant doen, dan hebben we tenminste een interactie. Goed, even zien of dat volgt. Ja, ik ben dus Vlaams zorgambassadeur. En de vraag is dan, ja, wat in de hel is een Vlaams zorgambassadeur? En om dat te doen, ga ik eerst even mijn carrière belichten. Ik ben verpleegkundige in hoofd, hart, handen, ziel, alles wat er aan mij zit. Ik heb hier in Gent gestudeerd, eigenlijk nog aan de voorloper van HoGent, aan de PIF in de tijd, hè, Provinciaal Instituut voor Verpleegkunde, en ben dan naar Leuven getrokken om ziekenhuiswetenschappen te doen, daar mijn man leren kennen, hè, en dan blijven plakken in Leuven, zoals zoveel. Ik ben beginnen werken in UZ Leuven en als verpleegkundige op de afdeling heelkunde. En na anderhalf jaar ongeveer vroegen ze mij, wil je geen hoofdverpleegkundige worden op de afdeling oncologie? Ik dacht, ja, ik zie dat wel zitten, ik wil dat wel doen. Dus ik ben dan van de ene dag op de andere eigenlijk hoofdverpleegkundige oncologie geworden. Ik ga het nooit vergeten. De eerste dag dat ik begon, dat was 2 januari. Ik was juni. Ja, het jaar en een half daarvoor begonnen. En de eerste dag zijn er 4 mensen overleden. Dus dat was mijn welkom op de afdeling oncologie. En ik moest dan al die familie verwittigen die ik helemaal niet kende. Dat was eigenlijk wel een vreemde bedoeling. Na een jaar of 3 hebben ze dan gevraagd van, wil je geen middenkader worden? Geriatrie, inwendige en geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie. Oké, dat wou ik ook wel doen. Ik ben eigenlijk altijd heel blij dat ik dat heb kunnen doen. Zowel mijn stuk oncologie, dus ik zeg altijd, ze mogen mij alles afpakken, alle dikke titels. Maakt me helemaal niks uit, maar van mijn stuk hoofdverpleegkundige oncologie, daar moet iedereen van afblijven. Want dat is voor mij, ja, eigenlijk heb ik daar leren leven. Hè. Ik ben daar met zoveel geconfronteerd geweest, ik was uiteraard nog piepjong. En ja, ik heb daar zoveel geleerd.
van de mensen, dat ik daar nog altijd eeuwig dankbaar voor ben. En dan ben ik dus middenkader geworden, afdelingshoofd noemde dat toen. En daar ben ik ook heel blij dat ik mee verantwoordelijk mocht zijn voor geestelijke gezondheidszorg. Omdat je dan toch weer een heel ander stuk van die gezondheidszorg ziet en heel dicht bij mensen komt die op dat moment ook heel kwetsbaar zijn en eigenlijk ja, het binnenste van hun ziel moeten tonen. Het stuk geriatrie is ook ongelooflijk hard in mijn hart met een T gekropen. Want zorg voor ouderen, ja, dat is eigenlijk het mooiste en het meest complexe dat er is. Dus misschien dat ik daar nog later op terugkom, maar voor mij is geriatrische zorg een van de meest complete zorgverleningen die er eigenlijk zijn. Oké, 3 jaar verder zei ze, weet wat, wilde geen directeur worden van UZ Pellenberg. Dat was een orthopedische kliniek en een pneumologische kliniek. Dat was een van de klinieken van UZ Leuven. En dan ben ik daar verpleegkundig directeur geworden. En dan kom ik waarom dat ik mijn carrière wil vertellen. Na 3 jaar ongeveer had ik zoiets van, wij hadden ondertussen kinderen. En het enige dat ik nog deed, was die kinderen uit bed halen en die er s'avonds terug insteken. En ik had zoiets van, is het dan nu? Hè? Is dat nu waarom dat ik mama wou worden? Is dat nu wat mijn leven is? Dan heb ik beslist om een stap achteruit te zetten. En je ziet op het beeld voetstappen die vooruit gaan, maar ook voetstappen die achteruit gaan. Ik heb mij dan nooit beklaagd. Dus ik ben gestopt als directeur. De algemeen directeur die verklaarde mij ongeveer half gek. En die zei, oh, je bent een beetje overwerkt. Ik zei, ik ben helemaal niet overwerkt. Ik wil voor mijn kinderen zorgen op dit moment in mijn leven. En ik ben dus achteruit gaan en ben dan beginnen werken als verpleegkundige op geriatrie. En dan, ja, dan word je geconfronteerd. En dat is eigenlijk ook een geweldige les voor mij geweest. Ja, als directeur dan heb je allerlei theorieën en als middenkader nog meer. En dan kom je in de praktijk en dan moet je die zelf beginnen uitvoeren. Hè? En dan zie je dat heel veel dingen vaak misschien toch niet zo werken gelijk als jij het in je gedachten had. En dat was ongelooflijk heilzaam en leerzaam om die stap terug te zetten en terug heel dicht bij die patiënten te zijn. Om te zien van hoe werkt de praktijk eigenlijk. Hè? En hoe zit het nu in elkaar? En dus ik vond dat geweldig heilzaam. Maar na een half jaar hebben ze mij dan toch weer opgevist om dan mee te werken met McKinsey. En dan ben ik administratief manager geworden. En op een gegeven moment heb ik gezegd van, oh, waar zijn eigenlijk mijn patiënten naartoe? Want uiteindelijk, waar ik het voor doe, is nog altijd voor die patiënten. En dan heb ik een beetje stout ontslag genomen uit UZ Leuven en ben ik gaan werken bij landelijke thuiszorg in een dienst voor gezinszorg, om daar directeur te zijn. En ik ben ongelooflijk blij dat ik dat gedaan heb. Ik heb dan een tijd gedaan en dan uiteindelijk, en dan is mijn carrière verop, hebben ze mij terug opgevist om directeur verpleegkunde van UZ Leuven te worden en dan uiteindelijk zorgambassadeur. Maar dat stukje gezinszorg, daar ben ik dus in de thuissituatie van mensen kunnen gaan. En ik heb altijd de gewoonte gehad, ja, als ik iets doe of als ik leiding geef, dan wil ik weten hoe dat het er aan de basis aan toe gaat. Dus ik ging ook altijd meewerken. En ik ging mee met de verzorgenden op stap. En met respect voor iedereen hier in de zaal, maar als ik een hoge hoed heb liggen in mijn kast, dan neem ik die af voor de verzorgende in de thuiszorg. De hoogste hoed die ik heb. Want hoe mensen leven, in welke situatie dat mensen leven, waar verzorgenden terechtkomen en helemaal alleen die situatie moeten oplossen. Ik ga u één voor, ik kan het nooit niet laten. Ik vind het zo een prachtig, alleen prachtig, een schrijnend voorbeeld. Dat waren 2 broers. En die 2 broers, die leefden samen in een huis. En die verzorgende kwam daar alle dagen, want één van die 2 broers had een halfzijdige verlamming en moest gewassen worden en het bed enzovoort enzoverder. En die verzorgende deed dat prima. En die andere broer, die was eigenlijk, ja, die liep gewoon rond. Maar dat is allemaal nog niks speciaal. Maar die 2 broers, die zeiden geen woord. Niet tegen elkaar en niet tegen haar. Ik daag iedereen hier in de zaal uit om daar dag in dag uit naartoe te gaan en daar mijn hart en ziel
die mensen te verzorgen. En die verzorger die had zo'n een joie de vivre om daar mee om te gaan. En zij, ze praten dan niet vol, hè, dat moet ook niet, maar zij kon wel reacties teweeg brengen. Toen wij buiten kwamen heb ik gezegd, wat een grote madame ben jij. Om in zo'n situatie, op je eentje, waar je geen collega's hebt en waar je niet eens kunt zeggen, zeg Nico, nu zeggen die weer niks. Ga jij een keer, jong, want... Hè? Keer, dag op dag, ging die daar naartoe. En waarom vertel ik dit? Omdat dat heel erg diep gaat naar wat dat zorgverlenen is. Omdat dat ook over welzijn gaat. En dan kom ik bij mijn middelste plaatje, want je ziet daar het Dogenpaleis in Venetië. En de brug der verzuchtingen eigenlijk. Dat Dogenpaleis verbindt met de gevangenis. En dus dat Dogenpaleis is een ongelooflijk mooi paleis. Als je ooit naar Venetië gaat, zeker bezoeken. Met heel veel kamers, met heel veel zeer, zeer mooie kunst. En eigenlijk, ja, de zorg- en welzijnssector heeft ook heel veel kamers en heeft ook heel veel te bieden en heeft heel veel gezichten en heel veel ingangspoorten en heel veel verschillende uitzichten. En dus, ja, er zijn natuurlijk ook heel veel verzuchtingen en dan kom ik aan mijn derde plaatje en dan zie je een kat die in de spiegel kijkt en een tijger ziet. En als je al die verzuchtingen van de zorg hoort die er ongelooflijk zeker en vast zijn, dan weet je dat je gewoon veel te klein bent om dat in je eentje op te lossen. Hè? Maar wat ik ook zo belangrijk vind is, en dat is iets wat ik heel graag wou delen met jullie, elke avond als je thuis komt na je stage of je werk, moet je in de spiegel kunnen kijken en voelen bij jezelf dat je op de juiste weg zit. Ik vind dat dus heel erg belangrijk. En dus mijn stappen terug, dat was ook omdat ik in de spiegel keek en dan voelde van, tja, ik ben het ergens kwijt. En het leuke aan zorg en welzijn is dat je heel veel varianten hebt. Heel veel mogelijkheden hebt. Ik heb het er straks nog tegen Lisbeth verteld. We hebben in 2014 een onderzoek gedaan over de uitstroom uit de zorg. En wat bleek toen? Dat 1 op 2 van de zorg- en welzijnswerkers maar 1 werkgever had in heel zijn carrière. De mensen die dat onderzochten, dat waren die van SD Works, die zeiden dat is gewoon bijna ziekelijk. Allee, dat is eigenlijk bijna niet goed. Hè? Je moet kunnen een keer veranderen van werkgever om nieuwe adem, een nieuwe start te kunnen nemen. Maar dus 1 zorgverlener, altijd zorgverlener, mensen zijn heel trouw en blijven over het algemeen gezien heel erg graag in de zorg. Maar die spiegel, die moet je wel in het oog houden. Want als je voelt dat je niet meer naar je eigen ziel kunt kijken, dan is het tijd om iets anders te doen waar je je eigen terug kan tegenkomen. Voilà, dat een beetje mijn verhaal waar ik mee wil zeggen van, ja, ik heb eigenlijk een schitterende carrière. Nu heb ik nog niet gezegd, wat zorgambassadeur is, dat is ook nog juist. Dus 10 jaar geleden ongeveer heeft de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en Jo van Deurzen, mij gevraagd om zorgambassadeur te worden, omdat hij toen al zag dat de arbeidsmarkt in de prak ging rijden. En dus eigenlijk was de bedoeling dat ik een stuk ambassadeur was voor zorg en achteraf ook welzijn. Om die sector op een positieve manier in beeld te brengen, zodanig dat veel mensen daar voor kiezen en instromen. Nu, in het begin was dat alleen verpleegkunde en ik had er dan zelf verzorgende en zorgkundige bijgenomen. En na een paar maanden heeft Jo gezegd, oh, je doet dat niet slecht, pakt welzijn er ook maar bij. En eigenlijk ben ik hem daar nog altijd ongelooflijk dankbaar voor. Want die welzijnswereld is een andere wereld dan de gezondheidszorgwereld. En in de welzijnswereld heeft men een andere invalshoek om naar zorg te kijken dan in die gezondheidszorgwereld. Maar ik kom daar straks op terug. Dus als ik in 1 zin moet omschrijven van wat doe ik, ik probeer te anticiperen op een arbeidsmarkt die inderdaad toch wel wat in brand staat. En dat brengt ons ongeveer bij de volgende, het onderdeeltje van de presentatie, tenzij dat er vragen of zoiets zijn, maar misschien nog niet. Het zal nog een beetje te vroeg zijn. Hoi, wat gebeurt er? Excuseer, ik heb op het verkeerde knopje geduwd.
Ja, excuseer, ik ga het niet meer doen. De krapte op de arbeidsmarkt. Ja, jullie zijn ook niet van gisteren. Jullie horen ook de media en je leest ook de media en je ziet de tv. En het is heel de tijd niet anders als te weinig mensen hier, te weinig mensen daar. Zeker ook in de zorg, in welzijn, maar eigenlijk op de hele arbeidsmarkt. En de vraag is natuurlijk, is dat een gevecht dat we kunnen winnen? Of is dat een onmogelijk te winnen gevecht? En we gaan nu, ik ga een paar slides met cijfertjes tonen. Niet te veel, maar ik ga er wel even doorgaan. Gewoon om jullie mee te nemen in hoe zit die situatie in elkaar. Maar de rest van de uiteenzetting gaan we dan natuurlijk op zoek naar oplossingen. Deze slide, en ik ga toch even recht staan, want anders is dat voor jullie ook maar wat vervelend. Deze slide heb ik gepikt van Luxels. En die is gemaakt door het steunpunt Werk. En wat je daarop ziet, is enerzijds allemaal bollen. Hè? En die bollen zijn sectoren. Hè? Dus bijvoorbeeld krediet en verzekeringen, industrie, uitrustingsgoederen of verbruiksgoederen, of handel en horeca, enzovoort, enzovoort. Hoe groter de bol, hoe groter die arbeidsmarkt en hoe meer mensen dat daarin zitten. En dan zie je een kruis in het midden, als je goed kijkt. En als je van links naar rechts kijkt, dan zie je eigenlijk het percentage 55-plussers. Hè? En dus de mediaan is eigenlijk de middelste streep recht omhoog. En alles wat rechts ligt, die hebben meer dan gemiddeld 55-plussers. Wat links ligt, die hebben minder dan gemiddeld 55-plussers bij hun werknemers. En dan heb je uiteraard ook de horizontale lijn. En als je boven de lijn ligt, groei je meer dan gemiddeld als arbeidsmarkt. En als je onder de lijn ligt, is de arbeidsmarkt krimpend. Ja? Dus zo moet je die slide interpreteren. En dan laat ik u één keer laden waar gezondheidszorg en welzijn zich situeert. Ja? En dan is dat daar. Dus, een grote bol. Er zit behoorlijk wat volk in die zorg- en welzijnssector. Met veel 55-plussers en groeiend. Ik moet eerlijk bekennen, toen ik dat zag, heb ik die nacht echt letterlijk wakker gelegen. En ik ken Luc zelfs goed, dus dat is de rector van Leuven. Ik had hem gevraagd, zeg Luc, wat moet ik daar nu mee doen? Mijn kind, dat is gewoon niet op te lossen. Maar ja... Dat is geen antwoord natuurlijk. Het was mijn job om het wel op te lossen. Maar dit zegt natuurlijk heel veel waarom dat we nu zo struggelen. En ik ga daar nog iets meer over zeggen. Dus elk jaar heeft Verso berekend 46.000 nieuwe werknemers nodig. Pas op, vroeger stroomden er ook al 35.000 per jaar in. Maar er zijn er wel ongeveer 11.000 die er extra bij komen omwille van uitbreiding van de sector en omwille van het feit dat mensen op pensioen gaan. En dat zie je in de vacatures. Ik volg die al een hele tijd, hè, sinds 2010 toen ik begonnen ben. En dan zie je dat aanvankelijk die vacatures begonnen te dalen. Die groene lijn is de optelsom van alles. Hè. We gaan ons daarop concentreren, die bovenste lijn. Dan zie je dat we erin geslaagd waren om het aantal vacatures te doen dalen. En voor mij was dat yes. Allee, we zitten op de goede weg, want elke vacature in zorg en gezondheid is er één te veel, omdat die normen al zo krap zijn. Dus ik vond dat echt heel belangrijk om die strijd zo te proberen te winnen. Maar dan zie je dat het uiteindelijk vanaf 2016 terug beginnen stijgen is. En nu het laatste jaar een felle stijging. Nu, die laatste felle stijging heeft te maken een stuk met de babyboomers, maar ook omdat de overheid geïnvesteerd heeft in zorg en welzijn en eigenlijk bijkomende jobs heeft gecreëerd. Zowel in de ziekenhuizen als in andere voorzieningen voor zorg en welzijn. Dus ja, natuurlijk, als je jobs bijcreëert, ja, dan krijg je meer vacatures. Hè? Dus vandaar ook die stijging. Nu, deze slide is eigenlijk een hele mooie slide. Als je kijkt van boven, dan zie je de jaartallen. En dan zie je dat er eigenlijk van na de oorlog
tot een 20 jaar verder heel wat kindjes geboren zijn. Hè. Iedereen was blij dat een oorlog gedaan is. Iedereen heeft dat een keer goed gevierd. En er zijn dus heel wat kinderen geboren. En daarna is de pil gekomen. En zie je in één keer dat... Allee, is de pil gekomen, werd dat meer normaal dat die gebruikt werd. En zie je dat dat aantal kinderen terug gedaald is. En dus nu zijn al die mensen in dat middelste vakje, die gaan allemaal op pensioen. Ja, dat is een strijd die ik bijna niet kan winnen natuurlijk. Hè. Dus alleen maar om aan te duiden van, ja, hoe komt dat nu dat er zoveel zijn? Dus ja, eigenlijk moeten we die babyboomers die nu 65 worden, ook nog eens allemaal vervangen. Naast een groeiende sector en naast heel veel uitbreidingen die ook gedaan worden door de overheid. Dus ja, en dat in een arbeidsmarkt die verschrikkelijk krap is. De spanningsindicator, dat wil zeggen hoeveel werkzoekenden zijn er voor een bepaalde vacature, dan zie je dat ja, die gedaald is en dan tijdens COVID waren er terug, ja, waren er minder jobs hè, en waren er ook veel minder vacatures. Dus dan steeg dat terug en op dit moment zit die historisch laag. Als je naar verpleegkunde kijkt, dan zie je een serieuze daling. Miskijkt u niet, want die schalen zijn verschillend. Hè. De ene schaal is van 0 tot 6 en die van verpleegkunde is van 0 tot 0,7. Dus nog niet eens 1. Dus op dit moment, voor elke openstaande vacature voor een verpleegkundige, is er maar een derde persoon die zogezegd die vacature zou kunnen invullen. Dus je krijgt zelfs als iedereen die dat zou kunnen erin zou stappen, krijg je het nog niet opgevuld. Goed. Nochtans, lieve mensen, hebben we best wel ons best gedaan. Als je kijkt naar alle geregistreerde gezondheidszorgberoepen en je kijkt naar al de mensen die een visum hebben, dan zie je dat we er eigenlijk in geslaagd zijn om 72% meer mensen in de gezondheidszorg te krijgen dan 2010 toen ik begon. Dus eigenlijk is dat gigantisch, hè? Alleen de mannen zijn die lopen wat achter. Hè. We hebben maar 18,2% mannen in die gezondheidszorgberoepen. En we zien natuurlijk wel dat de grootste stijging zit bij die 50 tot 64-jarigen. En dat is natuurlijk wel een probleem. Als ik dan ga kijken naar verpleegkunde, dan zijn die met 19% gestegen, wat ook best aanzienlijk is. 19.000 verpleegkundigen bij op die 10 jaar. Nog wat minder mannen. En wat we zien is dat gelukkig de 30-jarigen, dus de jongeren, met 50% stijgen. Maar natuurlijk ook een stijging van 48% van die 65-plussers. En dus dat verhaal herhaalt zich. Goed, daarmee stop ik met cijfertjes, want anders worden jullie knettergek. Maar ik hoop, de boodschap is eigenlijk van 1, hebben we er iets aan gedaan? Ja, we hebben geprobeerd van er iets aan te doen. Er is best veel meer volk in de running, in de zorg en welzijn. En toch is het nog niet genoeg, omdat we eigenlijk te veel demografische problematieken hebben. Uiteraard, want dat heb ik nog niet gezegd, de bevolking wordt ook ouder. Hè, want uiteraard, die babyboomers, dat zijn niet allemaal gezondheidszorgwerkers. Ook in de fabrieken, ook in de scholen, iedereen die wordt ouder. Wat wel belangrijk is en waarom we zo kwetsbaar zijn, is dat 80% van de omzet van een bedrijf in de gezondheidszorg is personeelskost. Dus ja, dat is natuurlijk gigantisch veel. Dus ik weet niet of dat er mensen zijn die uit economische richtingen komen, maar dan weet je gewoon dat een ander bedrijf investeert veel meer in materiaal enzovoort. Terwijl bij ons is het mensen die voor mensen zorgen en ben je dus ook heel kwetsbaar. Nu, wat is het antwoord? En ik vond die tekening, ik vond dat eigenlijk wel een mooie. Er is arbeidskrapte, geen talentkrapte. En dat is wel een boodschap die ik ook wil meegeven, want er valt nog talent te ontginnen. Hè? En eigenlijk wil ik daarmee de geesten openzetten en zeggen van oké, we moeten op heel andere manieren beginnen nadenken over wat het is om zorg te dragen voor mensen. En dat gaat vanuit architectuur, over onderwijs, over uiteraard ook zorg- en welzijnsberoepen, over voeding, maakt mij niet uit. Eigenlijk, oudere mensen die nu massaal beginnen op te puppen, ja, die leven.
En als wij leven, gebruiken wij ook alle sectoren om ons leven in te kleuren. En eigenlijk is dat voor mensen in de gezondheidszorg niet anders. En dus, we moeten beginnen nadenken, niet alleen van hoe krijgen we meer van hetzelfde. Want als ze mij zien, als ze mijn neus zien, dan is het won en zijn de cijfers gestegen. En, geef ons meer van hetzelfde. Geef ons meer verpleegkundigen, geef ons meer zorgkundigen. Ik zeg dan altijd heel laconiek, mannetjes, sorry hè, ik kan ze niet breien. Er zijn ook gewoon minder jongeren dan dat er nu 65-plussers komen. Dus ik kan ze niet toveren. Dus dat betekent, en daarom dat het zo fijn is om hier te spreken, omdat ik was van plan om dat te doen, wil dus iedereen die in zorg- of welzijnsopleiding zit, is gaan staan. Oké. En degenen die verpleeg kunnen doen, mogen nu gaan zitten. Oké, dat valt goed mee. Er zijn heel veel andere richtingen. En nu moeten we gaan zitten. En dan zijn er dus nog heel veel uit andere richtingen. Zegt u zo'n beetje vanuit welke richting dat jullie komen? Elektromechanica. Elektromechanica, prima. Jullie, want jullie waren ook... Ja, milieu- en duurzaamheidsmensen. Oké, perfect. Bedrijfskunde. Bedrijfskunde. Wie was er dan nog allemaal niet gaan staan? Die gaan nu werken tijd niet meer. Onderwijs. Oké. Dus ja, heel veel verschillende sectoren. En eigenlijk moeten we dus beginnen kijken van hoe kunnen al die verschillende sectoren ons helpen? En niet alleen roepen van we willen meer verpleegkundigen en meer verzorgenden of meer zorgkundigen, maar in gesprek gaan met elkaar om dat probleem op te lossen. Want, lieve mensen uit niet-zorg- en welzijnsrichting, dit is ook jullie probleem. Want als jullie ziek worden of als jullie oud worden, zitten jullie evengoed met de gebakken peren. Dus het is een maatschappelijk probleem dat een maatschappelijk verantwoorde oplossing moet kennen, die gedragen wordt door architectuur en bedrijfskunde en onderwijs enzovoort enzovoort. Dus ik vind dat heel belangrijk en dat talent dat we nodig hebben, dat vraagt dat je vertrekt vanuit een visie op gezondheid, zorg en welzijn. En dus, de arbeidsmarkt is slecht, die wind gaan we niet kunnen veranderen, maar we moeten wel onze zeilen bijstellen. Voilà, tot daar. Oké, mooi. Kan ik kijken van thuis uit is er geen vraag. Ik weet niet van hier in de zaal iemand. Ja, joepie. Ja, de vraag is, hoe zijn jullie bezig om het beroep in de zorg aantrekkelijker te maken? Hè? En is er een actie die gevoerd? Ja, ik ben zelf bezieler al heel lang van www.ikgaarvoor.be. Dat is een website waarin op een ludiekere manier, op een luchtigere manier, niet volgens de regeltjes, maar heel storytelling, zorg en welzijn in kaart worden gebracht. En wat we ook doen, en dat is eigenlijk heel fijn, op die website kan elke burger vragen om eens een dag mee te lopen met een verpleegkundige, een logopediste, een ergotherapeut, alle mogelijke, met een ziekenhuisapotheek staat ertussen, een begeleider bij maatwerkbedrijven. Enfin, daar staan een hele race van beroepen op en elke burger kan vragen om eens een dag mee te lopen. En ik kan u zeggen, voor corona hadden wij gemiddeld 200 vragen per maand van mensen die een dag wouden meelopen. Ik vind dat best wel gigantisch, want dat zijn dan toch mensen die website vinden van www.kaarvoor.be. Op dit moment zijn we dat terug aan het opbouwen. We hebben ze uiteraard moeten sluiten omwille van corona, die inleefmomenten. Maar nu zijn we terug alles aan het opengooien. En ook hogescholen kunnen zich daarop registreren om inleefmomenten aan te bieden. Goed. Dat is één aspect. Het andere aspect is natuurlijk dus campagne voeren. We hebben dat ook gedaan. We hebben ooit een escape room gemaakt. En dan zijn we naar middelbare scholen getrokken. Dat was super, super fijn. Op minder dan een dag zaten al onze plaatsen vol en hadden we allemaal secundaire scholen die wouden intekenen.
En ja, ik ga dat niet gans uitleggen, want dan gaan we veel te ver uitlopen in de tijd. Maar dat was wel, allee, dus we doen campagnes. We proberen de website te doen. En natuurlijk, wat er nu ook pas gebeurd is, is dat de ministers hebben beslist om een Vlaams intersectoraal akkoord te sluiten, waardoor dat er eigenlijk een waardering gekomen is, zowel qua loon als qua werkdruk, om ja, te zorgen dat de zorg terug aantrekkelijker wordt. Maar eigenlijk, wat ik wil zeggen, is dat de zorg aantrekkelijk maken moet gebeuren door de mensen die in de zorg staan. En dus, ik heb wel een dikke titel, hè, Vlaams zorgambassadeur, maar eigenlijk is dat flauwekul. En dat meen ik heel oprecht. Het zijn de mensen die in de zorg staan, die de grootste ambassadeurs zijn. En de manier waarover die over hun beroep spelen, geldt ook voor onderwijs. Dat is heel vergelijkbaar. De manier waarop die over hun beroep spreken, maakt of dat anderen daarvoor kiezen, ja of nee. Dus dat is opnieuw iets wat je ja, eigenlijk maatschappelijk moet opbouwen. En ik moet zeggen, corona, we hadden het er juist nog over, hè, heeft zeker naar verpleegkundigen toe geen slecht beeld gegeven. We merken ook dat er meer instroom is van 18-jarigen terug in verpleegkunde, wat op zich heel, heel positief is, doordat die beeldvorming wel is bijgewerkt. Maar ik kom daar straks nog op terug. Is dat een antwoord op uw vraag? Ja. Mag ik daarop inpikken? Ja. Okay. Waarom zou ik verpleegkunde gaan doen? Het is een opleiding van 4 jaar. Ik hoor enerzijds dat je tekort hebt. Ik kan een bachelor doen op 3 jaar. Waarom zou ik nu verpleegkundige op 4 jaar doen? Verpleegkundige worden, ja, die 4 jaar, daar moet u niet op miskijken. Ten eerste, vroeger, voordat ze de 4 jaar was, deed de helft van de studenten een jaar bij. Hè. Die deden allemaal een BANAB, dat bestond toen nog, bachelor na bachelor. En dus eigenlijk het gros van de studenten in verpleegkunde studeerden langer dan 3 jaar. Dat is 1. 2, de vraag is natuurlijk waarom wil je verpleegkundige worden? En dat is natuurlijk een intrinsieke keuze die je maakt en die, ja, ik ga het woord, ja, ik had moeten zeggen, hè, want anders dan kan ik, het woord roeping, dat vind ik dus flauwekul. Dat is niet zo. Maar je moet wel bewust kiezen voor iets. Hè. Vandaar het belang van die inleefmomenten, omdat je... Je voelt maar wat het is om verpleegkundige te zijn als je een patiënt in zijn ogen hebt gekeken en gevoeld hebt wat dat dan met u doet. Ja. Dat is heel belangrijk. En dus, alleen, wanneer wil je een stapje in verpleegkunde? Wanneer je voor mensen wilt zorgen, maar met een stuk medische bagage erbij en dat heel open trekken. Deze morgen ben ik gaan spreken voor jeugdverpleegkundigen hè, die in de CLB's werken. Ja, dat is een heel ander type van verpleegkunde dan een geriatrische verpleegkundige of een verpleegkundige in een OK of een verpleegkundige in de psychiatrie. Een van de grote voordelen, maar nu ga ik zelfs promo beginnen maken, is dat natuurlijk de keuzemogelijkheid en het openwaaieren en het ontwikkelen ongelooflijk groot is binnen verpleegkunde. Maar nu zit ik al in een ander stuk, want het beeld dat we hebben over verpleegkunde is vaak helemaal verkeerd. En maar daar kom ik straks nog op terug. Dat was ook nog een vraag. Maar begrijp u goed, want dat is even, kijk, verpleegkunde of andere zorgberoepen, er zitten niet heel wat mensen die in de zorgsector zitten, die zeggen van kijk, ik wil dat doen omdat ik iets wil doen voor de mensen, omdat ik iets wil betekenen, ik wil naar hen kijken, ik wil voelen wat dan zij voelen. En dan heb ik een beetje moeite mee, als ik zie hoe dat die mensen uit de zorgsector zich eigenlijk laten rollen, bij manier van spreken, door overheden, door directies en dergelijke meer. Ik geef een voorbeeld, een thuisverpleegkundige dienst, die zegt van, ja, voor die zorg, op die zorg, krijg jij maar zoveel minuten om die te doen. Dat is nu realiteit. Je weet dat er goed is, dus men krijgt afgemeten tijd om een bepaalde zorg te doen. Of mensen uit de sociale sector, die zeggen van, ik heb een beetje budget gekregen van mijn gemeentelijke overheid om iets te doen rond eenzaamheid. Dat duurt 6, ik krijg een budget voor 6 maanden, maar na die 6 maanden moet ik eigenlijk, KPI's moet ik kunnen aantonen dat een aantal mensen uit die eenzaamheid zijn, wat erin zien niet kan. Dus mijn vraag is, dat goed doen naar die mensen toe, dat begrijp ik, maar hoe komt dat dan, dat we zo laat rollen ten opzichte van, laat rollen is misschien een groot woord, ten opzichte van directies, dus van overheden, dat we allangs meer moeten doen, en dat eigenlijk die mensen, ik weet dat dat straks ook nog komt, dat we die mensen een beetje gaan vergeten en meedoen met
de directie. Ja. Ik denk, wat je niet mag doen, is je eigen ziel verkopen. Hè? Ik had dat fotootje van mijn kat en mijn tijger. Dat is heel belangrijk dat je in je eigen ziel blijft geloven. Maar wat dat verkeerd vaak in de hoofden zit, is dat tijd... Ja, we hebben geen tijd genoeg. Hè? Ja, een dooddoener, hè? Tijd is prioriteit. Maar wat is nu juist verpleegkunde? Wat is nu juist zorgverlening? Dat is de juiste keuzes maken. En als je gaat kijken naar de zorg die moet geboden worden in ontwikkelingslanden, dan kan dat zijn dat die veel betere kwaliteit leveren dan wij. Waarom? Omdat die met de mogelijkheden die ze hebben, toch fantastische dingen doen. Waar dat wij, soms veel te veel, ik heb dat al 100 keer gezegd, veel te veel verzorgen. We gaan naar het woonzorgcentrum en we gaan mensen verzorgen. We zitten in een voorziening voor mensen met een beperking en we gaan die verzorgen. De vraag is natuurlijk hoe dat je met mensen op pad kan gaan en kan zorgen dat mensen hun eigen waarden terug valoriseren, terug herontdekken en waardoor dat je keuzes moet maken. Pas op, ik ben hier niet aan het zeggen, en dat is zo'n platitude van moet iedereen wel elke dag gewassen worden. Als ik in het woonzorgcentrum ben, ik wil elke dag gewassen worden. Ik ga nu ook elke dag in de douche. Dus alleen daar gaat het niet over. Het gaat erover dat je keuzes moet kunnen maken in een beperkte tijd. Maar meneer is van bedrijfskunde, die heeft beperkte budgetten, die zal ook keuzes moeten maken in zijn bedrijf. En die zal misschien ook zeggen, ja, ik wil meer winst. Hoe ga ik meer winst maken? Ah, ik moet ondernemen en ik moet iets uitbouwen, waardoor dat ik andere dingen kan beginnen doen. En dat is mijn pleidooi van vanavond. Ja-knikkers kunnen we missen als kiespijn. We hebben mensen nodig met een goed koppel brains die kunnen analyseren en zien wat er met de beperkte mogelijkheden en de mogelijkheden van anderen die rondom ons staan, mogelijk is om goede zorg te geven. Maar dat is een hele andere visie dan, ik ben verpleegkundige, ik moet mensen, hè, het klassieke beeld dat een journalist ook heeft, als je vraagt van wat is verpleegkunde, dan zeg je, ja, wel ja, hè, dat zijn mensen in een witte schort in het ziekenhuis, en die gaan mensen wassen en die geven pilletjes en die steken een infuus en dan misschien doen ze nog eens af en toe iets anders. Als het een hele moderne journalist is, dan denkt hij misschien aan preventie. Maar dat is het niet. Het gaat erover dat je in contact komt met je patiënten en dat je daar de link legt om te zien wat heb jij nodig en wat kan ik met de middelen die er zijn doen. Ik weet niet hoe dat bij u thuis is, maar wij eten geen rijstepap met gouden lepeltjes. Hè? En allee, dat kan misschien wel heel mooi zijn, maar dat is dan gewoon niet realistisch. Dus allee, de vraag is ook, hoe breng je mensen realisme bij en relativeringsvermogen? En in de zorg en in het onderwijs, rond hetzelfde laken een pak, we kunnen maar als we alles kunnen doen en alles perfect is, dan pas hebben we goede zorg. En dat is iets waar we moeten vanaf geraken om te zeggen, we bieden goede zorg. En die goede zorg is vooral door je patiënt in zijn ogen te kijken en samen op stap te gaan. Dat is goede zorg. Oké. Dat brengt mij naadloos bij een vraag van Thuis. Die zegt van, kijk, zorg voor kwalitatieve zorg is echt belangrijk. Want ik denk dat is wat u bedoelt. Van, kijk, we kunnen binnen de middelen moeten we kwalitatieve zorg optimaal doen. En dat is de vraag van hier. Kunnen eigenlijk de opleidingen in CIE daar iets aan doen? Opleidingen tot zorg, hè, de verpleegkunde, andere opleidingen zo zeggen. Welke mogelijkheden ziet u daar om dat te doen? Vooral een extra aandacht naar psychisch welzijn, omdat we toch zien, de coronacrisis heeft dat duidelijk aangetoond, aan een aantal systeem voor zorg in zijn. De tweede, dat psychisch welzijn eigenlijk een stukje ondermijnd wordt. Dus de vraag van Thuis uit is van, kijk, in wat voor mate kan die kwalitatieve zorg gegarandeerd worden vanuit opleiding, zodanig dat de student die afstudeert, dat die al een basis heeft. Oké, okay, de vraag was, ik zal het herhalen voor de thuiskijkers. Ja. De vraag is van, wat kan onderwijs doen om kwalitatieve zorg te garanderen bij de afgestudeerden? Ik vat het nu wel een beetje samen, maar het is ongeveer wel dat. Ja, ik denk, ik ga mijn pointer wegleggen. Als er iemand aan de basis is van wat dat de toekomst aan zorgen voor morgen, dan is het onderwijs. Dus
Onderwijs is van kapitaal belang, maar onderwijs moet leren samenwerken met werkveld en werkveld moet leren samenwerken met onderwijs. Dat is voor mij één, als ze mij vragen van waar zij het meest fier op in uw ambassadeurschap, ah, wel, dat is dat ik onderwijs en werkveld aan één tafel heb gekregen. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk, omdat je natuurlijk, ja, dat is een beetje zoals dat ik er straks zei, hè, als ik in welzijn verantwoordelijk werd, ben ik gaan meewerken in een voorziening voor mensen met een beperking om het te leren kennen. Hetzelfde geldt voor mij voor onderwijs. Onderwijs zou eigenlijk moeten met zijn voeten ook een stuk in de praktijk staan, meer samenwerken, meer expertise uitwisselen, om op die manier samen te bouwen en elkaar te sturen en te zeggen, maar wat jij daar allemaal aan het vertellen bent, zo werkt de praktijk niet. Ja, maar lieve mensen, evidence-based is wel dat je het op die manier doet. Misschien moet je toch je praktijk ook een beetje beginnen aan te passen. Hè? Dus je moet elkaar gewoon naar omhoog tillen. Hè? Uiteindelijk moeten we komen tot excellente zorg. En die excellente zorg, die bouw je samen op. En dus voor mij, ja, stages. Ik heb een boek geschreven over stageboek verpleegkunde. Allee, ik vind dat ongelooflijk belangrijk, omdat onderwijs en werkveld daar elkaar heel erg tegenkomen. Maar dat werkveld, als die alleen maar willen dat die studenten gewoon komen meedraaien en de klusjes doen die ze zelf niet graag doen, ja, dan zijn die heel slecht bezig. Hè? Dus allee, dat zijn ook de boodschappen die we moeten kunnen delen met elkaar en die we naar elkaar moeten overbrengen. Dus onderwijs legt een basis, leert mensen reflecteren, leert mensen de zaken opentrekken. Ja, als we het daar niet doen, dan doen we het nergens. En hoe kunnen wij dat garanderen, dat die stageplaatsen dat goed doen? Want ik krijg hier de vraag van, oké, dat er in Nederland blijkbaar zorgcowboys zijn. Een zorgcowboy, ik kende dat ook niet. Dat zijn ondernemers die miljoenen weten te verdienen met ondermaatse kwaliteit van zorg en slechte arbeidsvoorwaarden. Ik kan mij voorstellen dat een student daar naartoe gaat en daar ongedompeld wordt in zo'n... Dus hoe kunnen wij vanuit de gezondheidszorgsector ervan uit, bij uitbreiding andere sectoren, zorgen dat die kwaliteit van die stage in orde is? Ja, door in gesprek te gaan, door er toezicht op te houden en door streng te zijn. Door streng te zijn en ook te durven met stageplaatsen in gesprek te gaan en te zeggen van kijk, op die manier gaan wij geen studenten. Nu, ik weet dat voor heel veel, en dat zal voor anderen niet anders zijn, dat er heel veel opleidingen zijn die sukkelen om aan stageplaatsen te geraken. Maar ik denk, naarmate dat je samenwerkt met je werkveld en je binding goed maakt, dat dat ook wel gaat lukken. Allee, dus ik vind dat echt een hele belangrijke om die samenwerking heel erg strak te doen. En van daaruit ook te durven zeggen van, sorry mensen, als dat hier zo gaat, dan sturen wij geen studenten meer. Allee, ja, en dan andere stageplaatsen te zoeken of met goede stageplaatsen in de onderhandeling te gaan om te zien of er niet meer studenten naartoe kunnen. Maar als we alles maar laten lopen, gelijk als het loopt, ik kan u garanderen, dan rijden we de vernieling in. Hè? Dus allee, we moeten gewoon durven denken en allee, die stageplaatsen zijn heel erg breed, hè? Ongelooflijk breed. Allee, ik weet niet hoeveel studenten er van jullie op stage gaan bij CLB's. Om maar iets te noemen, of in de gevangenis, het gevangeniswezen, daar werken ook verpleegkundigen. Hoeveel studenten gaan daar op stage? Ik weet het niet. Ik durf het niet zeggen. Allee, dus waarom zitten wij altijd zo vast in een patroon? En dus, allee, als ik iets wil meegeven deze avond, is van we moeten van afgetreden, allee, van platgetreden, dank u, van platgetreden paden weggaan, willen we een toekomst bouwen waar we zorgen voor morgen. En dat zorgen voor morgen, dat is juist wat onderwijs moet doen. Ja, dan moeten wij maar... Sorry. Zeg maar. Ja, sorry, ik heb het wel een beetje moeilijk met deze uitleg, want ik sta al in het werkveld. Onze verpleegkundigen ook, en heel veel verhalen hoort ook van hoe moeilijk dat momenteel is. Van? Hoe moeilijk het allemaal momenteel is. En dan is jouw theorie heel mooi, van we moeten van die afgeleiding van die ja. We moeten anders denken en er is daar gewoon geen tijd naar uit te voeren. En ik vind dat gewoon zo wat moeilijk. Ja. Ja, ik heb het heel lastig als je het niet uit weg. Ja. Omdat ik zoiets heb van, wij gaan allemaal het werkveld in, zeker in de opleiding ook, deze opleiding zeker, die stelt allemaal, allee, van, we moeten tijdens
Ja. Dus ik vind dat wel lastig. Ja, maar het is een mooie vraag. Bedankt daarvoor. Dus een mevrouw vroeg van, ja, ik heb het eigenlijk wel lastig met uw mooie theorieën, want in de praktijk is er helemaal geen ruimte om, ja, van de platgetreden paden af te gaan. Het is gewoon blijven gaan. Maar dat is nu net wat ik wil zeggen. Dat blijven gaan. En als je, ik hoop oprecht dat je je reflectie die je geleerd hebt op school blijft behouden. En ik zie inderdaad dat gewoon iedereen roept achter, geef ons meer van hetzelfde, zodanig dat we op eenzelfde manier voort kunnen doen. En dan lukt het niet, want je hebt gelijk, hè? Je hebt absoluut gelijk dat momenteel, ja, echt miserie is op sommige plaatsen. Maar, en dat moeten we ook durven zien, er zijn plaatsen waar men wachtlijsten heeft van personeel dat daar wil komen werken. Dat bestaat ook. Hè? Dus er zijn voorzieningen die in de prak lopen en er zijn voorzieningen die het heel goed doen. En weet waar het verschil ligt? Visie. Visie op zorg. En ik kan dat niet genoeg benadrukken. Allee, dat is zo ongelooflijk belangrijk dat je vanuit een beeld vertrekt om te zeggen, wat is voor mij goede zorg? En hoe wil ik daarmee omgaan? He? Je hebt misschien gisteren de afspraak, of eergisteren, ik weet het al niet meer, de afspraak gezien waar dat in een gast in een Nederlander is gaan wonen in een woonzorgcentrum, tussen op een afdeling met mensen met dementie. En die zei van, ja, ik wil het gewoon vanuit proefondervindelijk ondervinden, wat er met die mensen gebeurt op die afdeling, om te kijken hoe dat wij kunnen betere zorg geven. En dan krijg je natuurlijk redeneringen die helemaal haak staan op gewoon altijd maar verder doen. Hè? En dan gaat hij een pint pakken met die mensen, of dan gaat hij, ik weet niet wat, doen. Ik ben ooit in Engeland geweest en ik moet zeggen, toen had ik het even heel moeilijk, naar een huis voor mensen met dementie. Dat was een vrij groot huis. En dus daar zat eigenlijk niemand in dat, bij dat personeel die medisch geschoold was. Dat waren allemaal mensen die, ja, van waar ze kwamen. Alleen een jonge gast die zei, ik wist eigenlijk niet wat doen. Dus ik dacht, ik ga een beetje zorgen voor mensen met dementie. En die leefden daar samen. Nu, als je daar dan doorliep, dan zag je daar dingen gebeuren van dat je denkt, oh, wil ik mijn moeder hier nu achterlaten? Maar die mensen, die waren wel allemaal keigelukkig. Die lachten allemaal, dat was daar een geweldig vrolijke boel. En dus ik kwam buiten, ik ben nog nooit zo verward uit een bezoek gekomen als toen, omdat ik dacht van, hier staat er nu, met al uw mooie theorieën en een praktijk die zegt van, oké, een gast die, van 19, die gewoon een tas koffie en een tas thee drinkt en een taartje eet met de mensen. En ja, de moest het daar branden, het zou echt een ramp zijn. Als er een spuit moest gezet worden, dan haalden ze wel een thuisverpleegkundige binnen. Dus dat was de manier waarop ze daarnaar keken. Zij leefden gewoon met de mensen. En allee, ik denk dat we dus, maar ik wil daar ook niet in overdrijven. Allee, ik vind dat, vroeger was het allemaal zorg, nu is het allemaal leven. Allee, de juiste weg ligt in het midden. Je moet nog altijd met zorg naar mensen kijken. En proberen van wel die andere aspecten, die andere talenten die er wel zijn in de maatschappij, mee te betrekken. We zijn wat dat betreft heel vaak doeners en we zitten dus te veel achter ons staart te lopen. En wat jij vertelt is exact wat ik bedoel, met proberen van nu na te denken, hè, de komende dagen van, hoe wil ik het eigenlijk doen? En als ik dat niet kan doen op de plaats waar ik nu ben, waar kan ik het dan wel doen? We moeten durven loslaten ook. Allee, ik vind dat ook heel belangrijk. Hè? Want als je, Nico zei er juist van, multinationals die dik kasje en eigenlijk ondermaats bestaffen, laat dat ons daarop houden. Ja, als je daar als verpleegkundige blijft werken, probeer dan maar in je spiegel te kijken. Moet dat dan niet als overheid beperken? Dat die multinationals fortuinen verdienen, of die grote bedrijven fortuinen verdienen op basis van gezondheid en op basis van
zorg? Ja, dat is de commercialisering van de zorg waar je nu achter vraagt. Ik denk dat dat een gemengd iets is. Allee, ik vind het interessant dat meneer van de bedrijfskunde hier is. Allee, ik denk dat je kunt ook op een gezonde manier commercialiseren. En niet alle commerciële woonzorgcentra, om dan daarop toe te spitsen, zijn slecht. En niet alle private zijn goed. Dus allee, ik denk dat we moeten proberen van ook ja, bedrijfsmatig gezien na te denken hoe we onze zorg inrichten. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, hoe kun je vermijden dat een multinational casht? Ja. Dat is een terechte vraag, maar bon. Ja. Ja, maar het is natuurlijk een stuk vanuit het idee van, heeft de overheid niet te veel gezegd, jongens, doe maar, omdat ze zelf wat minder investeringen gedaan hebben. En dus, ik ben ook niet de voorstander van te zeggen, al hetgeen dat commercieel is, is niet goed, al hetgeen dat niet commercieel is wel goed. Hè? Is het geen overheid die toezicht moet houden, die zegt van kijk, jij investeert, maar je houdt toezicht zodanig dat die kwaliteit van zorg kan garanderen? Maar de vraag is op wat we toezicht moeten houden. Hè? En uiteraard is er meer en meer de neiging om te zeggen, kijk niet of alle regeltjes zijn nageleefd, maar kijk naar de kwaliteit van zorg en baseert u daarop om te oordelen of iets goed of niet goed is en durft af en toe een paal en perk te stellen. En dat gebeurt maar heel zelden. Ja. Maar dat hebben we gezien in de coronacrisis. Ja. Hè? Ja. Zorgcentra die plots tot de conclusie kwamen dat ze geen maskers hadden, dat ze geen schorten hadden. En die dan zeggen van ja, we hebben daar geen middelen voor, de overheid moet middelen geven. Terwijl dan hebben ze een andere overheid in CESO moeten afdwingen om te zeggen dat dat materiaal er is te koop, of anders doet de winkel niet. Dan moet de overheid bij zichzelf beginnen en een reservestok hebben die ze niet wegdoen. Maar allee, ik denk, iedereen maakt fouten. Ik denk dat dat zeker zo is. We hebben heel veel geleerd uit de coronacrisis. Ja. Goed, we gaan naar het volgende. Organisatiemodellen. Dit is een uitspraak van Mieke van Grambeer, toen ze nog bij Flanders Synergy, noemt dat anders, maar werkte en zich bezighield als organisatiepsycholoog met de zorg. En zij zei, we organiseren de zorg sterk versnipperd en laten kansen liggen om betere zorg te verlenen, talenten te benutten en efficiënter te werken. Ja, als je dan bezig bent met de krapte op de arbeidsmarkt, dan komt dat wel goed binnen. En dan denk je bij je eigen, Jesus Christ, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? En wat zit daarin? Hè? En hoe kunnen we daarmee omgaan? En dan is het eerste antwoord van, ja, we moeten multidisciplinair werken. En dan zie je hier een plaatje, ik ga er een beetje snelheid in steken, want anders gaat het veel te laat worden. Rond een brandwondenpatiënt, waar het chirurg en de intensivist en de verpleegkundige en de psycholoog en de sociaal werker, onderhoud en biotechniek, labo en diëtiek en RIX, allemaal mensen die in dat multidisciplinaire team zitten om de beste zorgen te geven aan een brandwondenpatiënt. Maar dat is eigenlijk gewoon een verzameling van mensen, dat is nog niet multidisciplinair werken. Ik wil even het verhaal vertellen van Mariënstede. Mariënstede is een voorziening voor mensen met een beperking in Daddyzelen. En als ik zo eens het niet meer zie zitten en ik denk van, oh man, mijn kop is leeg, dan ga ik daar eens op de koffie. Hè. En dan kom ik binnen in Daddyzelen en dan zeg ik, ja, ik zou graag, ik heb dat uiteraard afgesproken, ik heb een afspraak met Lieve de Tavernier, dat is dan de directeur. Ah, zegt er aan iemand. Dus ik kom binnen en dat is geen gewoon onthaal, bij wijze van spreken, maar dat is een winkel. Een winkel die wordt uitgebaat door mensen met een beperking. Er zijn wel mensen die daar toezicht houden, orthopedagogen of zo. Maar de winkel zelf wordt uitgebaat door mensen met een beperking. En ze hebben daar een kassa ontwikkeld waar je je duim moet opleggen. En dan weet die kassa, die persoon met een beperking, die kan eigenlijk niet goed klappen. Of de diene met die een duimafdruk, die kan eigenlijk niet goed rekenen. En dus die kassa neemt de functies over volgens de beperkingen die er zijn. Al een geweldig iets. Maar dus dan kom ik binnen en dan zeg ik, ja, ik zou graag meneer Tavernier spreken. En dan zei ze, ah, Janine, wilde jij mevrouw naar de directeur brengen of naar Lieve brengen? En dan zei ze, oh, nee, ik durf niet. Oh, dat is niet erg, hè. Misschien wil Els dat dan wel doen. Dan pakt Els mij mee en dan zeg ik, van daar tot daar moet ik door de winkel. Hè, en dan ga ik die deur buiten en de eerste deur links zit de directeur.
ja, ik moet helemaal niet begeleid worden. Hè. Voor hetzelfde geld zegt hij een orthopedagoog van, mevrouw, hier, eerste deur links, klop maar aan, de directeur zit daar. Maar die doen dat niet. Die persoon met een beperking gaat met mij mee en die klopt dan heel fier aan bij de directeur en dan zegt de directeur, kom binnen, en dan zegt hij van, ja, ik heb hier bezoek voor u. Dat is nu heel onnozel. Hè? Maar ik krijg er altijd kou van. Want wat doet men daar in dat isolement? Hoe zwaar de beperking ook is, men geeft die mensen een reden van bestaan en nut in wat dat ze doen. Ik heb daar mensen gezien in een rolstoel met zware, zware verkrampte spieren, die eigenlijk geestelijk er ook maar niet helemaal meer bij waren, die economisch verantwoord werk deden. Die dus bezig waren om kurken op een plaat te timmeren, die dan naar de fabriek ging om daar kurk van te snijden, om zo van die kurken vloer te maken. Mensen waarvan je zegt, ja, maar dat gaat niet, hè. Daar kunnen we toch echt niks... Allee, die kunnen we toch niks laten doen. En toch slagen ze erin om iedereen een job te geven. Ik vind dat ongelooflijk. Dus wat is hun filosofie? Iedereen is dienstvrager en iedereen is dienstverlener. Dus op het moment dat een orthopedagoog vraagt aan Els, wil jij mevrouw wegbrengen, is die dienstvrager. Op het moment dat die een bewoner naar het toilet moet, is die ook dienstvrager en is de andere dienstverlener. Dus die rollen die wisselen gewoon continu. En dus, allee, dat is een hele andere manier om te kijken naar hoe je een zorgmodel opbouwt. Men vertrekt daar vanuit wat mensen kunnen, niet vanuit wat mensen niet meer kunnen. En, een tweede belangrijk iets, men vertrekt vanuit het feit dat de basiszorg door iedereen moet gegeven worden. Als wij rondlopen met een directeur en er is iemand met een beperking die naar het toilet moet, dan zal Lieve stoppen en eerst die mens helpen om naar het toilet te gaan. En daarnaast, denk aan de ontwikkeling van de kassa die ze daar zelf hebben gedaan, slagen ze erin om elk beroep, of het nu orthopedagoog is, verpleegkundige, kinesist, ergotherapeut, noem maar op, om die te laten excelleren in wat dat ze doen. Om die laten boven zichzelf uit te stijgen en hun beroep, hun input in de zorg, een stuk te verbeteren. Ik vind dat een heel inspirerend model. Als je dan kijkt naar de gezondheidszorg of naar de ouderenzorg, waar we klassiek gewijs met verpleegkundigen en artsen werken, op een heel traditionele manier, dan zie je dat daar op een heel andere manier wordt geredeneerd. En dus, we hebben ooit met een hele groep gewerkt en we hebben toen gewerkt aan een model waarbij we zeggen, de zorgvrager is uiteraard het begin van alles, maar die staat niet centraal, dat is gewoon de basis. Vandaar vertrekt alles. Hè. Men heeft altijd zo in heel veel visieteksten de patiënt centraal. Patiënt centraal, je moet je dat echt eens inbeelden. Als ik patiënt ben en jullie zijn allemaal zorgverleners en ik sta centraal en jullie staan in een kring rond mij, dan voel ik mij zeer ongemakkelijk. Waarom mag ik niet mee in de kring staan? Ik heb mijn deskundigheid over mijn lijf en over mijn leven. Ik breng in, maar de anderen brengen ook in. En je moet dus eigenlijk gewoon samen met je patiënt een stuk gaan werken. Dan is er een stuk ondersteuning en zorg in de leefomgeving. Dan hebben we het over een brede persoonsgerichte basiszorg in alle domeinen. Dus ik vind dat we ook nog veel meer moeten ontschotten. Zorg kan heel veel leren van welzijn. Welzijn kan heel veel leren van zorg. En omgekeerd. En je hebt je disciplines nodig om uiteraard verder te ontwikkelen en verder uit te bouwen en je zorg naar een hoger niveau te tillen. En dan heb je uiteraard ook de heel gespecialiseerde zorg. Maar die een neurochirurg, die ik weet niet welke moeilijke operatie zou moeten doen, zou moeten weten wat basiszorg is, wat de basisattitude is, wat presentie is, hoe dat die kan aanwezig zijn. En dan kun je vanuit één visie met veel disciplines beginnen werken. Ja, ik heb het vergeten. Goed, ik ga nog even doorgaan en dan misschien tijd maken voor vragen. Als we zorgen voor morgen, dan denk ik dat we moeten van
Ik noem dat mediocre, gemiddelde zorg en gemiddelde verpleegkunde gaan naar excellente zorg en naar excellente professies. En dat verhaal, dat wil ik jullie ook niet onthouden. Julien gered uit de zorg, dat is een blog op VRT nieuwsite. Je moet dat maar eens googlen. Als je gewoon intypt Julien gered uit de zorg, dan komt het er automatisch op uit en dan kun je het hele verhaal lezen. Maar waar komt het in C op neer? Een man van 89 die op een gegeven moment beslist om zijn huis te verkopen. Het was een klein huisje, krijgt daar 65.000 euro voor. Niet veel geld, maar oké, hij is gelukkig. Hij heeft een ander huisje dichter bij zijn vrienden gevonden. En op een gegeven moment krijgt hij iets aan de hand en moet hem wel naar het ziekenhuis. Zijn vrienden doen hem naar het ziekenhuis en zeggen, ja, let erop, hè, want meneer hoort niet goed, zie dat hem zijn oorapparaat in heeft. Ik ga een heel lang verhaal heel kort maken. Uiteindelijk hebben ze op een gegeven moment, elke keer als die mannen kwamen, was dat oorapparaat niet in. En dus die man reageerde niet. Ah nee, want ja, die verstond niemand. Hè? Dus die antwoordde niet of die was apathisch. Zij vonden dat die apathisch was. Dus op een gegeven moment hebben ze er dan van iedereen van alles bijgehaald. Een vrederechter bijgehaald. Ze hebben hem onbekwaam gemaakt om zijn goederen te beheren. Ze hebben zijn appartement verkocht. Ze hebben hem naar een woonzorgcentrum gedaan op een afdeling voor mensen met dementie. Omdat zijn oorapparaat niet instak. Op het moment dat de vrederechter met hem aan het spreken was. Kunt u dat inbeelden? Dat is dus schrijnend. En dat is, vind ik, wat we moeten leren doorheen alles heen. Je hebt je professie en die moet perfect zijn. Een verpleegkundige moet perfect een aantal dingen kunnen uitvoeren. Maar er is zoveel meer. En dat zoveel meer, dat laten we vaak niet zien. He, dan is er wel een sociaal assistent of een maatschappelijk werker die met iemand gaat spreken. En we knippen maar en we knippen maar. Maar we moeten eigenlijk leren om vanuit één visie naar mensen toe te gaan. En je moet dat verhaal echt eens leren. Ze hebben hem er terug uitgekregen. Ze hebben dan zelf artsen gezocht en ik weet niet wat allemaal. Dus het is allemaal uiteindelijk wel goed gekomen. Maar het is eigenlijk een heel schrijnend verhaal. En dus zorg dragen voor mensen is op een heel deskundige manier uw professie beoefenen, maar met een basisattitude naar uw mensen toe. Als ik het boek geschreven heb, De Zeven Privileges van de Zorg, heb ik op het einde gezegd, ja, ik wil dat boek laten lezen aan de zorgvrager en zien hoe dat ze reageren. En dus, mijn stelling is, zorgverlenen is een privilege. En de patiënten zeiden, als echte zorgverlenen een privilege is, is goede en ethisch verantwoorde zorg ontvangen een basisrecht. En die waren, ik zie mij nog altijd zitten, ik weet nog in welk lokaal dat was, maar als ik met die patiënten een groepsgesprek gedaan heb, die waren echt niet mals. Hè. Die waren echt niet mals. En dus, de voorbeelden die zij aanhaalden, die hebben mij echt een dikke shot onder mijn gat gegeven om te zeggen, kijk maar eens gewoon theorieën, let op, want dan en dat gebeurt er ook. En wat dat eigenlijk is, wat dat zij zeiden, van we worden te veel bepamperd. Hè? We worden veel te veel beschouwd als zijnde dat we precies niet meer weten wat we moeten doen. Er is machtsmisbruik in de zorg en er is veel te veel routinezorg. Dat zijn dingen die, iedereen herkent dat. Ik zeg ze niet graag, ik heb ze nu benoemd, maar ik ga ze niet meer verwoorden. Maar dat staat los van het feit dat zorg onder druk staat en dat de tijd beperkt is. Niks van dat is te verantwoorden doordat er te weinig tijd is. En toch zijn dat zaken waar patiënten op botsen. Dus ik vind dat we moeten die zorgvragers veel beter beluisteren om betere zorg te geven. En dan kom ik bij de vraag van straks. Het onderwijs heeft dus een ongelooflijk belangrijke opdracht om te zorgen dat de kwaliteit voor zorg van patiënten altijd centraal blijft staan en dat je een evenwicht hebt tussen kwantiteit en kwaliteit. En dus, ik vind persoonlijk, en ik heb onlangs nog iemand gehoord die zei, eigenlijk is men in het onderwijs niet streng genoeg. Men laat veel te veel mensen passeren die niet aan de voldoende competenties hebben om eigenlijk in die zorg te stappen. En we zouden veel strenger moeten zijn en zorgen dat we sterkere, betere profielen opleiden. Maar dus heel erg belangrijk.
Dus we moeten richting excellentie gaan. En dat vind ik heel belangrijk. Want wanneer heb je voldoening in je job? En ik ben gepakt door mevrouw haar getuigenis. En ze is zo herkenbaar. En allee, ik ben blij dat je er mij op gepakt hebt, bij wijze van spreken. Omdat, allee, wanneer gaan we die ontslag maken? Dat is wanneer we met z'n allen beslissen om ons ziel niet te verkopen en te blijven gaan voor excellente zorg. En dus op een gegeven moment, we hebben overleg gehad met de woonzorgcentra. En dus, ja, beginnen, ja, Londen, er is geen volk, er is geen volk. Ja, nee, er is geen volk, ik kan ze niet bereiken, ik heb het al gezegd. Ik zeg, misschien moet je overwegen om af en toe een bed vrij te laten en niet onmiddellijk nieuwe patiënten op te nemen. Zodanig dat u mensen op een goede manier kunnen zorg verlenen. Oeh, dat was te veel gezegd. Allee, dat mocht ik niet zeggen, hè, want oh, het kabinet zei nu in één keer dat, ze moesten, dat er wachtrijen moesten gecreëerd worden. Ja, dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar ja, de vraag is, hoe hou je evenwicht in een zeer precaire situatie? Maar ik vind dat we verliezen mensen omdat we geen excellente zorg meer kunnen geven. Excellent, met 10 verstanden, dat niet betekent dat je alles tot in de perfectie moet kunnen doen, maar wel dat je je beroep naar een hoger niveau moet tillen door continu te evalueren en bij te sturen. We kunnen niet blijven stilstaan in de zorg. Dat is onmogelijk. We rijden onszelf in de vernieling. Dus ja, dat is, ik ga dat overslaan, dat is de kwalificatiestructuur die er nu nog altijd is. Hè. Verzorgende zorgkundigen, die zitten nu op 4. HBO5 verpleegkunde, een brugopleiding, bachelor, postgraduate, master enzovoort. Ja, iedereen weet dat er een discussie is in de zorg, rond de zorgladder. En ik denk dat het belangrijk is om daar verder werk van te maken en eigenlijk te zorgen dat de discussie rond onder andere HBO5 en rond de specialisaties wordt beslecht. En dat is wat we nu ook doen. Maar iemand in het begin had gevraagd achter van, ja, wat is het goede beeld van verpleegkunde? Wat het grote probleem is, is dat zorg en verpleegkunde allemaal op één hoop wordt gegooid. En dan kom je aan die mediocre zorg, die eigenlijk niet echt comfortzorg is, aan de ene kant, waar mensen niet gespecialiseerd zijn om naar Julien te kijken en te zorgen dat ze een oorapparaat in zit, en anderzijds ook aan mediocre verpleegkunde, omdat ze veel te veel bezig zijn met basiszorg. Er zijn duidelijk verschillen tussen zorg en verpleegkunde, en ik vind dat we die veel beter moeten doen. Als ik aan een journalist vraag van, hè, wat is verpleegkunde, dan antwoordt hij heel klassiek. Dat zijn de dingen die eigenlijk een verpleegkundige zou moeten doen. Maar dat weet een journalist niet. Hè? Reflecteren, uiteraard ook uitvoeren, maar ook overleggen, communiceren, leiding geven aan bijvoorbeeld zorgkundigen, evalueren, noem maar op. Dus er zit zoveel meer in de job dan puur ADL-zorg aangevuld met verpleegtechnische handelingen. Dus die wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoep, die moet de schub op. Dat lijstje met die handelingen, dat moet dringend herzien worden. En de vraag is, wat is verpleegkunde? En degenen die in de richting verpleegkunde zitten, moeten zich daar zwaar zorgen, de vragen over stellen. We hebben het uitgebreid naar 4 jaar. Nico zei, ja, waarom zou ik nu in godsnaam verpleegkunde doen? Want ja, het is 4 jaar en ik kan er ook geen van 3 jaar doen. Dat zijn de dingen die we gedacht hebben die er meer moesten inkomen. Ondernemerschap, klinisch redeneren, creativiteit. Er is zo weinig creativiteit om in moeilijke situaties te zeggen, oké, wat gaan we nu doen? Hoe gaan we het aanpakken? Wie is hier vandaag aanwezig? En wat kan wie doen in de zorg? Om toch te zorgen dat je die kwaliteit bewaart. Dus verantwoorde en kwaliteitsvolle zorg, ik heb het er straks gezegd, vertrekt vanuit een visie op kwaliteit van zorg. En ja, dat is eigenlijk de essentie van waar we naartoe moeten, dat we meer nadenken over hoe we met die zorg willen omgaan. Maar ik ga daar ook nu niet verder op ingaan. En dus op dit moment, deze avond niet, maar voor het einde van het jaar is de planning, hè, ik steek er mijn hand niet voor in het vuur, dat we samen met het federale niveau gaan kijken hoe we de zorgladder kunnen uitbouwen, wat er moet gebeuren met HBO 5 niveau, dat dan een afzonderlijk profiel is, niet euroconform, en dat we daar een onderscheid maken met de mensen die
in de bacheloropleiding zitten. En dan de specialisaties, dat is ook nog een hele puzzel, dus daar is ook een aparte werkgroep voor. Hier staat meer zorgverleners per zorgvrager. Ik heb het expres zo getiteld. Ik heb even getwijfeld, maar ik kreeg het niet uit mijn machine getypt. Maar de meest gehoorde uitdrukking op dit moment is meer handen aan bed. En dat, ik denk dat iedereen die uitdrukking kent. Meer handen aan bed. Dat is de meest grove vorm van ontmenselijking van de zorg. Want een verpleegkundige of een zorgkundige, of het maakt me niet, een logopedist of een ergotherapeut of een arts, het maakt me niet uit wie, is meer dan een koppel handen. Hopelijk heeft hij ook een hoofd, heeft hij een hart, heeft hij een ziel, want die heeft ook benen, hè, we zouden kunnen zeggen, meer benen dan bed. En een patiënt is geen bed. Allee, dus als je zegt meer handen aan het bed, dan ontmenselijkt je de volledige zorg. En ik word daar dus echt een beetje boos van. En of het nu de minister is, het kan mij niet schelen, maar iedereen die uitdrukking gebruikt, zal van mij lek op stuk krijgen, omdat je eigenlijk daarmee de essentie van wat goede zorgverlening eruit haalt. En zegt van, als het maar handen heeft en als het maar kan eten geven, dan is het wel goed. Dat is geen zorg, geen kwaliteit van zorg. En je hebt mensen nodig met een ziel en een visie om dat te doen. Want allee, als je kijkt naar deze foto, ik vind dat een hele mooie foto. En waarom vind ik dat een mooie foto? Omdat je de blik ziet tussen die twee mensen en de verbinding die er is. En dat is wat je moet hebben. Als je geen verbinding hebt met je patiënten, dan loopt het mis. En tot slot, ik ga maar doordoen en dan kunnen we op het einde verder gaan met de vragen. Innovatie en technologie, daar moeten we op inzetten. Dat is een deel van de oplossing. Er is ook altijd heel veel te doen over arbeidsmigratie. Mensen uit het buitenland laten komen of opleiden. Dat is geen oplossing. Als iemand individueel uit een ander land wil komen en hier zijn leven wil uitbouwen, wie ben ik om te zeggen dat dat niet mag? Maar om daar een systeem van te maken, is eigenlijk niet goed. Want in zo goed als heel de wereld zijn er geen verpleegkundigen op overschot. Al zeker niet in Europa. En buiten Europa, daar kun je over discussiëren. Maar de vraag is, als je dat doet, wat wil je eigenlijk? En wat is als je iemand haalt uit bijvoorbeeld de Filipijnen of uit India? Of ik kreeg onlangs een mail over Togo. Dan denk ik, maar wat willen wij nu eigenlijk? Je kunt toch niet zeggen dat wij het hier in Vlaanderen slecht hebben. En wij gaan uit ontwikkelingslanden mensen gaan weghalen om ons te komen helpen. Ja, voor mij kan dat ethisch gezien, ik heb het daar zeer moeilijk mee. Maar je kunt daarover van mening verschillen. Maar ik vind dat verschrikkelijk moeilijk, omdat je eigenlijk mensen uit hun gezin weghaalt, naar hier haalt voor u goed. En de vraag is, wat doe jij terug voor het land van herkomst? En hoe verhoudt zich dat? En hoeveel mensen zijn daar dan? Als je nu een Togo verpleegkundige moet gaan halen om hier te komen helpen, mij lijkt dat erover. Maar innovatie en technologie, daar zit wel duidelijk een stuk van de oplossing. En ik denk dat als je vertrekt van het vroeger was het allemaal beter, ja, dan kun je beter rap naar huis gaan. Want dat is natuurlijk niet zo. Als vroeger alles beter was, ja, dan kom je in zo'n situatie terecht. Zo werkt uiteraard de zorg van vandaag niet meer. Innovatie en technologie. Ik ga hier geen lezing houden. Excuses voor diegenen die in die eerder technische richtingen hier aanwezig zijn. Ik ga het niet hebben over apps en scanners en IT-toepassingen en ik weet niet wat allemaal, dat is niet mijn business. Maar de boodschap die ik wel wil geven is dat wij mensen nodig hebben die nadenken over en die de zorg kennen. Hè? Dat vind ik heel belangrijk, want ik heb ergens een dia zitten met allemaal toepassingen.
van dingen die ontwikkeld zijn door mensen uit de technologische wereld, die dat geweldig vinden, maar die eigenlijk niet verantwoord zijn. Hè. Een valmat ontwikkelen met een draad aan, ja, dat is niet zo heel slim als je dat wilt doen. Of hè, een deur van een toilet die automatisch open gaat als er iemand passeert. Dat is geweldig dat je daar maar gemakkelijk binnen kunt. Maar natuurlijk, als je erop zit en er passeert iemand, is dat net iets minder comfortabel. En zo ontwikkelt men soms van alles, omdat men geen voeling heeft met de technologie. Maar we moeten die technologie wel omarmen. En ook de innovatie. En ik vind dat er heel vaak gezocht wordt naar nieuwe ontwikkelingen die niet direct het basisprobleem aanpakken. En dus, ja, een tijd geleden hebben we in Kortrijk de opleiding zorgtechnologie ontwikkeld. Ik ben er eigenlijk nog altijd fan van. Maar het is wat mislukt, want de bedoeling was dat die zorgtechnologen eigenlijk het visum van zorgkundigen zouden hebben. En dat die aan patiënten zouden kunnen komen. Dus dat die zouden kunnen verzorgen. En van daaruit ervaren en voelen in contact met de zorgvragen, waar zit de grootste winst voor de zorgverlener, waar zit de grootste winst voor de zorgvrager om meer autonoom en makkelijker te kunnen werken. Nu, men heeft dan vanuit een NVAO dat eruit gegooid, dat is een heel verhaal, maar dat ga ik nu niet doen. Maar, dus we zijn niet kwijt aan de industrie, op zich is dat ook niet slecht, want die hebben wel een notie mee van wat goede zorg is. Maar wij hebben mensen nodig met creativiteit en ondernemerschap om te zeggen van, als we daar nu eens over nadenken, als we die of die richting eens omarmen. En dus Studium Generale is geweldig, omdat je juist heel veel disciplines samenbrengt die over bepaalde problemen kunnen nadenken. En er zouden veel meer crossverbindingen moeten zijn, eindwerken die samen worden gemaakt, om te zorgen dat je gezamenlijk een aantal dingen ontwikkelt. Ik heb ergens een voorbeeld gezien van een richting verpleegkunde met een richting IT, die uiteindelijk een app ontwikkeld hebben voor kinderen met epilepsie. En als die in absence gaan, dan krijgt de juffrouw in de klas een signaaltje en dan weet ze, die kleine is er even niet bij, maar die komt straks wel terug boven water. Dat was eigenlijk heel knap ontwikkeld. En IMEC in Leuven was er al kwijnen lang op zoek. En dus zij ontwikkelen dat en dat werkte. En dus die profneurologie zei, want ik vroeg dan achteraf, ik zei tegen die profneurologie, wat denk jij daar nu van? Hij zei, ja, dit is eigenlijk ongelooflijk. Want IMEC is daar al zo lang mee bezig, maar dit werkt. Het is heel eenvoudig, maar het werkt. En dus, ja, je kunt elkaar zoveel bijleren en je kunt zoveel mooie antwoorden vinden op uitdagingen die er zijn, ook om dat personeelstekort op te vangen, dat als we dat niet omarmen, we eigenlijk echt niet goed bezig zijn. Dus je moet naast je gewone competenties ook competenties voor de 21ste eeuw ontwikkelen en dat is voor iedereen hier in de zaal. Welke richting dat je ook doet, ga dan moeten dat soort competenties ontwikkelen, maar ik ga ze niet allemaal overlopen. Voilà, en daarmee gaan we verder naar het einde. Ik denk, de boodschap die ik heb willen geven is van, als we op weg willen gaan, dan gaan we in beweging moeten blijven. En dus het appel van, ja maar we hebben geen tijd en we moeten gewoon altijd maar zorgen, is juist en niet juist met 10 verstanden dat ik hoop dat jullie hier op de Hoog Gent een aantal competenties meekrijgen om toch de stap te zetten en verder te denken en nieuwe zaken te ontwikkelen. Want gewoon voortdoen zoals we nu bezig zijn, rijden we onszelf in de vernieling. We moeten vooral gaan, en dat is, het staat in dat rood cirkeltje omlijnd, we moeten niet alleen denken in kost per capita en de ervaring van de patiënten en de gezondheid van de populatie, maar we moeten dat welbevinden ook meenemen. En dat is echt een nieuwe manier van denken. De schotten tussen zorg en welzijn moeten verdwijnen. Ik droom van een profiel dat eigenlijk zowel in zorg, gezondheidszorg als in welzijnsorganisaties aan de slag zou kunnen gaan en die
vooral als opdracht heeft om te kijken naar de mensen achter de patiënt, zodanig dat iedereen die hier zit en in een zorg- of welzijnsinrichting richting zit, uiteraard ook dat hele plaatje kan hebben, maar toch zijn specifieke beroepsaspiraties naar boven kan trekken en in samenwerking in een multidisciplinair team meer kan zorgen voor het welbevinden van mensen. En uiteraard moeten we dat doen met aandacht voor zorg en welzijn, met die medische innovatie, preventie, ik heb er eigenlijk nu niet veel over gesproken, maar is ongelooflijk belangrijk. Daar ligt een heel groot stuk van de oplossing. Als we daar geen oog voor hebben, dan zijn we ook niet goed bezig. De patiënt meenemen, ondernemerschap mankeert in de zorg. Allee, we hebben nog heel veel punten waar we moeten aan werken. Maar bon, dat houdt ons jong, dat houdt ons jeugdig, dat houdt ons bezig. En dat maakt dat we eigenlijk verder kunnen gaan. En dus het is niet een dokter die speelt met de patiënt als marionet, maar eigenlijk de patiënt die veel meer in zijn kracht moet gezet worden. Om te zeggen, dit is mijn leven, ik kijk er zo naar. En zo zouden we graag de zorg organiseren. Voilà, Michael Porter die zegt, a good leaders need a positive agenda, not just an agenda of dealing with the crisis. Dus ik weet niet hoe dat jullie, of welke vragen er zelf is gaan komen. Voor mij is dit moment, waar het echt moeilijk is op de arbeidsmarkt, een kantelmoment. En eigenlijk, ja, in het verleden hebben we heel veel dingen geprobeerd om in gang te steken. Was er nooit geen ruimte en geen tijd of geen aandacht voor. Ik denk dat, dikwijls hebben we tegen elkaar gezegd, de arbeidskrapte is nog niet groot genoeg. Als het echt nood doet, dan beginnen mensen te bewegen. En dan beginnen er zaken in beweging te komen. Maar vooral met een blik op de toekomst, waar dat je zegt van we willen bouwen aan een goede kwaliteit van zorg. Ik zou zeggen, geef niet op en droom groot. Voilà, tot daar. Oké, dank u wel. Nu de vragen. Tijd gaat snel, dus geamuseerd natuurlijk. En ik denk dat we ons allemaal goed geamuseerd hebben. Ik weet niet of er nog vragen zijn bij jullie uit de zaal. Ja, twee vragen zie ik. Doet u maar. Ja, dus er wordt heel vaak naar het noorden gekeken. Daar zitten wel een aantal practices, vooral in de ouderenzorg is men daar soms wel mee bezig. Het tubemodel, wat eigenlijk een bekend model is, waar dat die bewoner ook veel meer voor het zeggen heeft. Hè. Dat is de rode draad die er altijd doorgaat. Maar ik vind het een heel terechte vraag. En ja, ik ga over 3 maanden ook op pensioen. Hè. Ik ben een babyboom. Ik heb aan de kabinetchef hebben we aan het praten geweest van hoe gaat de opvolging gebeuren. En ik heb dan een analyse gemaakt van wat ik gedaan heb en wat ik niet gedaan heb. En onder andere het naar het buitenland gaan kijken is er bij mij compleet ingeschoten. Ik heb ook achter mijn staart gelopen. Hè. En ik vind dat eigenlijk jammer, dus ik heb pas op gegeven van gaan moeten zien dat er meer over het muurtje gekeken wordt. Allee, de Magnet Hospitals en zo, allee, dat zijn wel ja, bewegingen die hier ook binnengekomen zijn, waar we mee bezig geweest zijn. Er is ook Europese samenwerking op vlak van specifiek verpleegkunde dan. Maar zorgmodellen en ja, de buurtzorg hè, die uit Nederland is komen overwaaien. Dus er is wel input van buitenuit, maar je voelt dat iedereen gewoon heel erg zoekende is. En allee, ik trap een open deur in, maar natuurlijk, we zitten ook wel in een apenland. Hè. Door al de niveaus van die er zijn, hè, wetgevend en het federale niveau, de gewesten. Ja, gewoon als je daarover nadenkt,
dan lopen er heel veel dingen vast. Eén op dat gegeven en twee op het financiële gegeven. En dus allee, een voorbeeld dat ik altijd geef is van ja, als een arts alleen naar een patiënt gaat in de thuissituatie om de bloeddruk te pakken, de verpleegkundige gaat die gaan wassen en de verzorgende gaat gaan poetsen, ja, dan zijn we zot bezig. Dan gebruiken we onze competenties niet op het juiste niveau. En dan wordt uw zorgverlening ook alsmaar duurder. Dus allee, er zijn wel ja, bewegingen in gang gezet, maar je loopt vast aan, want iemand die in de thuissituatie is en die moet verzorgd worden, als hij dat vraagt dan aan de thuisverpleegkunde, wordt dat terugbetaald door het RESIF. Als je dat vraagt aan de gezondheidszorg, moet hij wel zelf betalen. Dus wat gebeurt er dan? Nou, we zullen dat vragen aan de thuisverpleging. Maar dat is eigenlijk een misbruik maken van de competenties die er zijn, en die inzetten op het juiste niveau. Dus daar heb ik het nu niet over gehad, maar qua subsidiariteit, hè, van te zorgen dat de zorgverlening op het juiste niveau wordt gegeven door de juiste mensen, en dat je niet overshoot en daardoor de zorg ook duurder maakt, ja, dat is wel een gegeven. Maar dan, ik heb altijd gezegd, daar ben ik te klein voor. Dat moet veel breder aangepakt worden in een interministerieel overleg om die knopen door te hakken. Allee, dat is, maar er zijn allee, zeker en vast voorbeelden, maar laat ons ook niet verblinden. Allee, er zijn ook wel ja, ook heel veel problemen in het buitenland die met dezelfde zaken worstelen als wij worstelen. En bijvoorbeeld de magneetziekenhuizen. Ja, toen ik daar was, ik vond dat, en dat heb ik nu wel gedaan, dat bezoek. Ik vond dat toen zelfs een beetje onethisch, want wat gebeurde er? Een ziekenhuis, wij zijn een magneetziekenhuis en wij zorgen over ons mensen en blablabla. En mooie omkadering en veel personeel. Maar ze zogen eigenlijk heel de omgeving leeg. Ik zeg, ja, wat doen jullie dan met je patiënten? Want als je nu een patiënt naar huis ontslaat, dan heeft hij toch ook een thuisverpleegkunde nodig of een bed in een woonzorgcentrum. Oh ja, maar dat is ons probleem niet. Allee, ja, dan denk ik, zo werkt het wel niet, hè, mannen. Allee, je moet voor je patiënten zorgen in het geheel van het leven. En dan is een ziekenhuis, moet een heel bescheiden plaats innemen, want dat maakt zo'n stukje in zo'n leven. En als je die linken niet legt naar het volledige zorgtraject van patiënt, dan ben je ook niet goed bezig. Dus allee, het is niet omdat in het buitenland, allee, er zijn ja, heel veel plaatsen waar... bijvoorbeeld Amerika, daar heeft men ook tekort aan verpleegkundigen gehad. Men is dan begonnen met die magneetziekenhuizen. En ja, dan was in één keer was dat allemaal precies koek en ei, maar dat is ook alweer ingelopen, omwille ook van die babyboomers die daar ook een rol spelen. Dus ja je botst toch wel heel vaak terug op dezelfde zaken. Maar ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Dat is een kritiek die ik heb op mijzelf ook, van dat ik te weinig ben gaan kijken naar het buitenland. Ja. Dacht je nog een vraag? Ja. Maar wel met de oproep van, zie het ook in een breder plaatje. Mijn vraag aan jou is een stuk van, door heel veel zorg ook vanuit infobeeldcircuit geboden, zie je daar ook een potentieel kansen om eigenlijk die druk te gaan verlichten. En we zien een voorbeeld hier in het ziekenhuis, is om een project mantelzorgparticipatie te doen bij opname van persoon met dementie. Mantelzorg die dat wenst, kan blijven inslapen, krijgt ook eten, en krijgt ook zelf ondersteuning. Hoe sta je daar? Dat is een heel terechte vraag. Ik denk mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn twee zeer belangrijke bronnen van ondersteuning. De vraag is natuurlijk, wat is wat en hoe ga je ermee om? En ik denk dat de mantelzorg heel zwaar miskend wordt, of niet onderkend wordt. Hè, en je betrapt er mij op, want ik heb ze niet meegenomen. Dus ik vind het een heel terechte vraag. Ik denk dat mantelzorgers heel veel kunnen betekenen. Maar niet zozeer, je moet opletten wat ik zeg, niet zozeer om dat tekort aan personeel op te vullen. Maar puur uit kwaliteit van zorg voor de patiënt. Omdat je natuurlijk als mantelzorger veel beter weet wat iemand kan, wil, hoe dat hij iets aanvoelt, hoe dat hij reageert op situaties. Dus dat is ja, voor mij multiculturaliteit in de zorg vind ik ongelooflijk belangrijk. Niet om meer
handjes te hebben in de zorg? Absoluut niet. Maar omdat we merken dat onze maatschappij veel multicultureelder wordt en we dus, als we goede zorg willen geven, veel meer know-how moeten hebben over verschillende culturen. En dat is voor mij eigenlijk met mantelzorg ook zo. Bij vrijwilligerswerk vind ik dat je, ja, ik apprecieer die ongelooflijk hard. Ik zie dat er ook voorzieningen zijn die daar heel erg goed mee aan de slag gaan. Daar ook heel veel winst en benefit uit halen in functie van het leven van hun bewoners of hun patiënten. Maar als je de omslag maakt van, ja, als we een vrijwilliger hebben, dan moeten we bij wijze van spreken minder professionelen hebben, dan zijn we weer verkeerd bezig. Omdat de invulling van de job ook een heel andere moet zijn. Dus allee, als je daar op een goede manier mee omgaat, ben ik daar gigantisch voor. Als het is om het goed non, goedkoper te maken, ja, dan vind ik het niet oké. Het moet de zorg naar omhoog tillen. Alleen, ja, ik kan het niet anders omschrijven. Ja. En misschien ook een ecologische interesse kan hebben in daarna ja. Professioneel doodje in de zorgsector. Absoluut. Allee, ik moet herhalen, dat is juist. De vraag is van, allee, in welke mate dat vrijwilligerswerk en mantelzorg ook een ingangspoort zijn om door te groeien naar een professionele carrière. We hebben ooit met de VDAB een project gedaan en daar in de kinderopvang. En daar waren mensen van andere origine die nog niet zo goed Nederlands spraken een hoofddoek droegen enzovoort enzoverder. En men vond dat, ja, voor vrijwilligers was dat was allemaal oké. Maar als ze begonnen te werken, dan kon dat niet, dan moesten ze perfect Nederlands spreken enzovoort enzoverder. Wat men geleerd heeft, is dat de waarde van die mensen ongelooflijk groot was. En men heeft daardoor inderdaad de opening naar professionele carrières in de kinderopvang veel breder opengezet. Dus dat was een heel, heel mooi project. En ik vind dat dus ook, ja, absoluut waar. Vanmorgen, niet langer dan, ja, vlak voordat ik naar hier kwam, zat ik samen met iemand die in maatwerkbedrijven, de koepel van maatwerkbedrijven, en ik vroeg, werken jullie met vrijwilligers? Nu, zijn antwoord was, ja, je ziet van hier dat voor ons onbetaalde arbeid een hele moeilijke is, hè? Want wij proberen juist mensen die in een heel kwetsbare positie zitten aan werk te helpen. Ja, en dan is dat toch wat vreemd om onbetaalde arbeid binnen te doen. Maar dus, ik zeg, ja, je moet er natuurlijk op een andere manier, want dan ben je arbeid door onbetaalde arbeid aan het vervangen door vrijwilligers. Dat is niet mijn boodschap, hè? Dat was wat ik er juist ook aan het zeggen was. Maar je kunt het wel gebruiken als ingangspoort om mensen warm te maken voor een sector. Dus ik denk dat corona dat een van de winstpunten is, dat ons ook geen eieren heeft gelegd. Hè. Allee, ik heb nu, ja, ik heb het er straks nog verteld, ik denk dat ik vandaag minstens 8 telefoons gehad heb van mensen uit andere sectoren die willen omscholen richting verpleegkunde of zorgkunde. De redenen waarom, want dat was een van uw vragen ook, en toen heb ik er niet aan gedacht om dat te zeggen, waarom komen mensen mij vragen om te scholen naar verpleegkunde? 1, ik heb een job en ik zie het niet meer zitten en ik wil op het einde van mijn carrière, of vanaf nu, iets betekenen voor mensen. Dat is punt 1. 2, ik zit in een burn-out en ik heb nagedacht en ik heb contact gehad ook met de gezondheidszorg. Of ik had een zieke papa of een zieke mama of of een kind. En ik heb gezien wat zorgverlenen betekent en ik wil dat ook doen. En de derde reden is, ik heb dat altijd willen doen, maar ik mocht niet van mijn ouders. Dat was de derde reden. En dat vind ik natuurlijk heel erg, want dan denk ik, waar is het respect voor verpleegkunde als je van je ouders geen verpleegkunde mocht gaan studeren, omdat dat maar verpleegkunde is. En dus, je voelt dan dat bij die groep eigenlijk ofwel iets ontwikkeld is, ofwel iets al aanwezig was, om ervoor te kiezen. En ik denk dat, ja, met corona, er zijn heel veel mensen die vrijwilligerswerk hebben gedaan, die in contact gekomen zijn. En ik denk dat ons dat absoluut een heel veel winst heeft opgeleverd naar mensen die dan op een professionele manier er willen instappen. Oké, dank u wel. Dat is er
Is er nog een dringende vraag? Want wij moeten stilletjes aan afronden. Ja, inderdaad. Niemand? Oké. Okay. Dan dank ik jullie allemaal, enerzijds voor de aanwezigheid, ook voor het geanimeerde debat, ook de mensen thuis, voor de vragen en natuurlijk, dank u wel, mevrouw Holzer, als zorgambassadeur, dat we weer niet alleen een verpleegkundige hebben met een hart en ziel, maar eigenlijk iemand die niet alleen voor verpleegkunde gaat, maar voor de ganse welzijn en zorgsector, voor die kwaliteit van zorg toch te garanderen. Dank u wel, iedereen een goede avond en wie weet tot de volgende Studium Generale. Ik dank u.